De Belgische film Duel doet zijn naam behoorlijk eer aan. De film draait volledig om het steekspel tussen twee buurvrouwen in een 201 kapwoning ergens in het België van de vroege jaren 60. En die twee buurvrouwen worden prachtig gespeeld door twee actrices, Veerle Batens en Anne Coussens. Anne Coussens is overigens de echtgenote van de regisseur Olivier Masset Desplats. Zij dragen samen echt deze film. Het is dan ook nogal wrang dat maar één van de twee uiteindelijk een prijs won afgelopen februari bij de uitreiking van de Magritte Awards, de Gouden Kalveren of de Oscars van België. De film won 9 prijzen, een record voor de Magritte, uit 10 nominaties. En de film liet nogal wat stevige concurrentie achter zich. Een film als Le Jeune Amet van de broers Dardenne, een film als De Patrick van Kevin Janssens, die ook in Nederland behoorlijk succesvol was vorig jaar. Ze won uiteindelijk de prijzen voor beste film, beste regie, beste scenario, camerawerk, muziek, etc. Ook diverse acteerprijzen, maar Anne Coussens won dus niet. Die moest het namelijk in haar categorie voor beste actrice opnemen tegen haar collega Veerle Batens uit dezezelfde film. Daar kon er dus maar één van de twee winnen. Dat geldt overigens ook in de film, er kan er maar één van de twee winnen. Wie dat van de twee daar is, dat zal ik in het midden laten hier uiteraard. Dat de film bij de Belgische collega's zo aansloeg, zal alles te maken hebben met de stijl. Die is klassiek en toch fris, daarover zeg ik zo nog iets meer. Het straalt in ieder geval een ouderwetse vakkundigheid uit, zou ik kunnen zeggen, die in deze tijden van rommelige actiefilms misschien wel verfrissend is. De titel van de film verwijst misschien naar Duel van Jacques Rivette uit 1975. Een klein knipoogje, niet een sterke inhoudelijke link. Maar ook dat is een film over een blonde en een donkerharige vrouw die elkaar bestrijden. Zij het dat het daar in een meer magische, sprookjesachtige setting wordt geplaatst. Los van die knipoog naar Rivette denk ik dat Duel eigenlijk veel meer verwijst naar wat grote Amerikaanse filmmakers uit de jaren 40 en 50. Specifiek Douglas Sirk met zijn melodrama's, films die destijds wat denigrerend werden aangeduid als vrouwenfilms. En aan de andere kant Alfred Hitchcock, de Master of Suspense. En dat lijkt misschien een wat ongebruikelijke combinatie, eigenlijk een verschil van dag en nacht. Misschien ook letterlijk, het melodrama speelt zich veelal bij daglicht af, thrillers juist bij de duisternis van de nacht. Maar uit die combinatie weet Olivier Masset Desplats in Duel eigenlijk juist goud te munten. Van Douglas Sirk leek die de setting in de buitenwijken van een grote stad. De buitenwijken waar de middenklasse hun gewone leventjes leidt. En hij leent er de hoofdpersonages, twee sterke vrouwen in de hoofdrollen. En van Hitchcock leent hij de onderhuidse spanning. De paranoia die eigenlijk allebei die vrouwen in de loop van de film in zijn greep krijgt. Die twee buurvrouwen wiens relatie onder hoogspanning komt te staan als het zoontje van een van hen overlijdt door een verlaten raam. Het is dus precies die tegenstelling tussen dag en nacht die in Duel zo sterk werkt. Eigenlijk blijkt paranoia nog veel harder aan te komen in het volle daglicht van de film. Dat is niet per se een gloednieuwe combinatie, maar het is wel iets wat in deze film uiterst fris overkomt, juist door zo te spelen met klassieke elementen. Olivier Masset Desplats heeft daar zelf in een interview het volgende over gezegd. Mon idée c'était vraiment de faire un conte noir, mais dans le soleil, dans le contrepoint esthétique, d'une histoire sombre. Dans la flamboyance des années 60. Moi, j'aime bien changer de style à chaque film, s'adapter au projet. J'avais envie de revenir vraiment à une logique de cinéma pur. C'était important que tout le film se passe dans le soleil, par exemple, dans des palettes de couleurs, pastels. Doser un peu de temps en temps le rose, etc. Avec ce film, j'ai essayé de me réinventer complètement. Behalve die klassieke filmmakers is er één laatste verwijzing waar ik graag nog even bij stil wil staan. Het is namelijk volgens mij helemaal geen toeval dat een van de twee buurvrouwen de naam Alice draagt. Er wordt inderdaad behoorlijk geknipoogd naar Alice in Wonderland, de klassieke kinderroman van Lewis Carroll. Uit 1837 werd in de loop van de filmgeschiedenis echt al tientallen keren verfilmd. Sommige verfilmingen heel letterlijk, andere heel erg vrij. En Duel is absoluut geen letterlijke verfilming van dat boek, maar het knipoogt wel behoorlijk naar allerlei iconische elementen ervan. Er is in de film een bijrolletje voor een wit konijn. We zien
een gat in de heg waardoorheen de personages als het ware down the rabbit hole kunnen gaan. We zien drankjes die allerlei vreemde effecten geven. Je ne veux plus que tu utilises ce passage, d'accord? J'ai perdu pied. En zo zijn er nog enkele handen vol met verwijzingen naar Alice in Wonderland. Ik heb u dus daar nu een paar van meegegeven. U kunt zelf vrolijk zoeken naar de rest. Dat is een klein spelletje wat u kunt spelen tijdens het kijken naar duels. Alhoewel ik denk dat u dat absoluut niet nodig zult hebben bij deze spannende en uiterst vakkundig gemaakte thriller. Ik wens u heel veel plezier bij deze screening van duels.